Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, het energetisch ontwaken, naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3, waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high and soul aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 185. Waarom deze student al mijn opleidingen wilde volgen. De kracht van all-in gaan. Nou, ik ontving laatst een berichtje van een student die na slechts 2 sessies dit naar me stuurde. En die student zei, en ik heb trouwens toestemming om dit te delen. Die student zei, of die schreef eigenlijk in deze WhatsApp. Hi Lisette, ik vraag me af wat de prijs is als ik alle opleidingen bij jou ga volgen. Ja, voel je hem? Nou, het is belangrijk om te weten dat mijn specialisatie is door de jaren heen geworden om te werken met ambitieuze, empathische coaches en ondernemers die werkzaam zijn in het alternatieve circuit, service-based ondernemers zijn. Dus mijn focus ligt daarop ook absoluut in het high-level segment, het high-end segment en daarbij in het omarmen, het krachtig omarmen van jouw soulful leiderschap. Oftewel, wanneer jij door al die oude lagen bent gegaan, patronen hebt doorbroken, oude stukken hebt getransformeerd, dan word jij, zeg maar, diegene, die persoon die vol in zijn of haar sterrenstofkracht staat. En dan kan je dat dus vanuit soul level gaan uitdragen. Daarom noem ik dat soulful leiderschap. En ja, dus waarom deel ik dit berichtje met jou? Wat is hier bijzonder aan? Nou ja, zelf ben ik altijd, als ik iets doe, als ik ergens voor ga, dan ga ik all in. Dan ga ik ervoor, ga ik blind, volg ik alle stappen, ga ik echt zeg maar eruit halen wat erin zit. En ja, dus door de jaren heen ben ik er ook achter gekomen, wat is fijn, met wie is het fijn om te werken? Nou, dus gelijkgestemde mensen die diezelfde mindset hebben. En ik weet inderdaad, het kan zijn dat je bij mij binnenkomt en dat je je niet zo voelt. Maar dat is het mooie van werken met energie. Ik kan naar jouw energieveld kijken, jouw aura. Ik kan zo afstemmen op jouw soul level, jouw zielsfrequentie. Dus daar voel ik of het potentieel er zit. Of jij de energie van commitment hebt. Of jij het zeg maar kan waarmaken om die stappen te zetten. En daarbij kijk ik inderdaad van, oké, resoneert dit? Het moet natuurlijk van twee kanten klikken. In mijn selectie, zeg maar, want ik werk slechts met een kleine groep mensen in mijn selectie om met mensen te werken, is het dus het allerbelangrijkste voor mij om dit helder te krijgen. Ik haal dat heel snel naar voren. Daarom doe ik ook connectiecalls. Om gewoon sowieso natuurlijk kennis te maken en daarbij dus te kijken van oké, wie ben je, waar sta je en waar wil je naartoe? Want die wens moet er uiteraard zijn. Ja? Voel je niet die wens om all in te gaan en heb je niet die neiging van, oh nou ja, die playing full out mindset, ik doe het wel op mijn gemakje, weet je wel, ik neem er de komende 20 jaar tijd voor. Ook fantastisch. Helemaal aan jou. Jij hebt vrije wil. Maar dan, eerlijk, ben ik niet voor jou. Want wat doe ik? Ik noem dat zeg maar tijd overbruggen. In het leven hebben we van één ding allemaal evenveel. En dat is tijd. Ja? Dus in mijn trajecten ga ik jou helpen om tijd te overbruggen. Dus je gaat tijdwinst behalen. Waardoor je dus sneller in die sterrenstofkracht kan stappen. En dus sneller jouw leven en jouw business neer kan zetten op een manier die volledig in alignment is met wie jij bent. Ja, dus dat is heel belangrijk dat je dat realiseert. Dus ja, wanneer je bij mij instapt, dan kijk ik naar de all-in mindset. Uiteraard kijk ik of die ambitieuze energie er zit, of die empathische power er zit. Ik kijk naar kleuren, want ik wil bepaalde kleuren in je energieveld zien, waardoor ik weet van oké, ja, dit is gewoon qua potentieel prachtig. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk, want eerlijk is eerlijk, het gaat niet vanzelf. Ik zeg altijd, je moet het inner work doen. Je moet het werk doen aan jezelf, door jezelf. Waarom kon ik bijvoorbeeld dit berichtje ontvangen? Waarom wil deze persoon
die mij al een tijd volgt, die zelfs, ik hoorde achteraf via een podcast, bij me is gekomen. Waarom is die persoon uiteindelijk overgegaan tot actie? Oftewel, hè, in te stappen in een programma. Want ze was al ingestapt in één programma, omdat ze voelt dat ze hier is voor iets groters. Ze weet nog niet precies wat, maar toch ergens... ik noem dat altijd die soul pool. Ergens voel je van, ik moet bij die persoon zijn. Of ik moet die kant op gaan. Ik weet niet eens waarom, maar het voelt gewoon goed. Ik zeg dan, luister naar dat gevoel. Net zoals deze persoon dat heeft gedaan. Waarom? Omdat blijkbaar, zij stuurde dit berichtje... omdat ik iets resoneer vanuit mijn energie. En dan krijg je die magnetische aantrekkingskracht... wat haar gaat helpen. Dat voelt ze zelf. Kan ik haar niet vertellen? Nee, dat moet je zelf voelen. Dus ik kan allerlei mooie verhalen vertellen, maar uiteindelijk moet je zelf gaan voelen wat de juiste stap is voor jou. En dan weet ik, dat is niet makkelijk, maar daarin, ja, dat hoort ook bij het ondernemerschap, daarin moet je af en toe gewoon sprong wagen. En weet je, ik zeg altijd, you either win or you learn. Oftewel, je wint, hè? Dus het gaat goed, het lukt. Of als het niet zo is, dan leer je er in ieder geval heel veel van. Dus ja, het is heel belangrijk dat je bereid bent om dagelijks het inner werk voor groei en transformatie te doen. Want ik ben hier niet om jou te tillen, om jou voor te sleuren. Nee, ik ben hier om jou te activeren, stimuleren, ondersteunen, begeleiden en helpen, absoluut. Ik druk zeg maar energetisch op knoppen en jij gaat het in beweging zetten. Zodoende dat ik dus dit bericht ontving. Na 2 sessies, want in 2 sessies had deze student al zoveel transformatieshifts ervaren dat ze zoiets had van, wauw. Ik ga er gewoon voor. Dus, voel jij ook van, oké, ik luister nou al meer dan 200 podcasts van Lisette. En hè, sommige mensen zullen hun hele leven podcasts blijven luisteren en niet overgaan tot actie. Die podcast kan je zien als een kennismaking met mij, wie ik ben. Spreekt je wel aan of niet aan? Maakt niet uit, het is altijd goed. Maar de keuze is bij jou. Ga jij die stap zetten? En ga je over tot actie? Of blijf je het uitstellen? Blijf je in die oude patronen hangen? Die oude programmering? Luister podcast van vorige week, 184. Daar gaat het over het doorbreken van oude stukken, oude patronen. Je algoritme. Nou, wil jij dus naar die next level? Wil jij in jouw soulful leiderschapkracht stappen? Dan moet je dus, ja, ervoor kiezen. Dan moet je ervoor kiezen om jouw algoritme en jouw programmering te upgraden. Te updaten. Want anders gaat het niet lukken. Anders was het mij ook niet gelukt. Ja, wanneer wij in gesprek gaan. En wanneer jij voelt, ik zou er zo graag willen. Ik ben eerlijk en ik ben inderdaad selectief in met wie ik ga werken. Want bepaalde trajecten duren 1 jaar. En dan ben ik heel intensief 1-op-1 in een groepsverband met je aan het werk. En dan is het dus heel belangrijk inderdaad dat het klopt, dat het matcht. Beide kanten op. Oké, dus wat heb ik gecreëerd natuurlijk voor deze student? Want ik wil mijn student tegemoetkomen. En wanneer iemand zo all-in wil gaan, dan ja, dat vier ik. Ik noem dat altijd de frequentie van Energy Joy. Dat is de volledige mindset die we boven die gouden lijn hebben. En dit mag gevierd worden. Dus ik heb een prachtige bundel gecreëerd. Ik noem het ook de all-in bundel. En dit bied ik jou ook aan. Wanneer jij voelt, oké, ik heb die all-in mindset, die playing full out mindset. Ik ga ook all-in. Ik weet niet eens hoe ik het ga doen, maar ik weet gewoon, het gaat er niet om hoe rijk je bent, maar om hoe vindingrijk je bent. Tony Robbins, die zegt het altijd zo mooi in het Engels. It's never about the resources, but the resourcefulness. Oftewel, hè, rijk versus vindingrijk. En zo is het, er zal altijd een manier zijn waardoor jij dit werkelijkheid kan laten worden. Belangrijkste is dat je het gaat voelen in je energie en vervolgens erin gaat stappen, overgaat tot actie. Dus dit is het moment. Ik roep jou op, ik roep jou aan als gelijkgestemde, als empathische, ambitieuze ondernemer. Ondernemer to be. Want het kan heel goed zijn dat je heel veel skills en tools hebt, al hè, expertise hebt, maar dat je nog niet die stap hebt gezet om daadwerkelijk die business op te bouwen. Dan zoek ik jou ook. Want dan kunnen we heel eenvoudig kunnen we dat transformeren. Het belangrijkste is dat jij die all-in en playing full-out mindset hebt. Dat jij bereid bent om te investeren in jezelf en om er volledig voor te gaan. Knop om en gewoon
je openstelt voor wat ik je aanreik. Want ik kan je vertellen, ik heb dit van de beste ter wereld geleerd op het hoogste niveau. En ik draag dit met alle liefde over. Maar uiteraard ben ik wel heel specifiek in degene met wie ik deze krachtige tools deel. Ze moeten de waarde ervan inzien. Want anders kan ik het net zo goed overboord gooien. In boottermen gesproken. Ik was van het weekend bij mijn ouders op de boot. Dan kan ik net zo goed overboord gooien. En dat is niet de bedoeling. Ja, wij zijn met elkaar de frequentie van Energy Joy in beweging aan het zetten. We zijn het ripple effect aan het creëren. Het begint altijd bij jezelf. En vanuit die energie ga je het groter en groter maken. Dus als jij ook deze power mindset hebt van deze student die dat berichtje stuurde, kan het spannend zijn, en dat geeft ze helemaal niet. Hè? Elke verandering is spannend en eng. Maar als je voelt van ja, dat ben ik. Dit is wie ik echt ben. Er zitten nog wat stukken en lagen in de weg, maar daar ga ik doorheen breken. Ik ben bereid om alles in beweging te zetten. En voelt het dat deze all-in bundel ook iets voor jou is? DM me dan alsjeblieft het woord all in. Of stuur me een e-mail naar info@lisettelucas.nl met het woord all in of het podcastnummer, podcast 185 erbij. En dan gaan we samen bekijken en bespreken wat de beste volgende stap is voor jou. Nou, super om dit met jou te delen. Geweldig dat je sowieso tot het eind hebt geluisterd, want dat geeft ook al aan dat die commitment er is, dat er een bepaalde nieuwsgierigheid is. Misschien wel een craving, een hunkering vanuit zielsniveau. Alsjeblieft, luister ernaar. Jaren geleden, volgens mij toen ik voor het eerst naar Engeland ging om daar te trainen, was 2011. We zitten nu in 2023 terwijl ik dit opneem. 12 jaar geleden ging ik voor het eerst naar Engeland. Ik had geen benul wat ik daar ging doen. Ik voelde alleen een craving, een verlangen, een hunkering vanuit zielsniveau. En ik heb dat gevoel gevolgd. En nu ben ik op een punt dat ik de meest prachtige powervrouwen, en ik werk uiteraard ook met mannen, de meest prachtige personen, zielen mag helpen om te shiften. Zowel hun leven als business naar die next level van impact, inkomen, vrijheid en uiteraard energy joy. Dus voel je dat dit ook voor jou is? Rijk alsjeblieft uit en ik hoor je heel graag snel. De show notes vind je op www.lisettelucas.com/185. En mocht je nog vragen hebben hierover, kan je uiteraard ook een bericht sturen. En ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten of weer te zien. Yes, heel veel succes en nogmaals, ga all in. Dank je wel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme Energy Joy Mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energieslurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.